Rennen. Je lichaam schakelt in een alerte modus. Je hartslag neemt toe en je begint sneller te ademen. Adrenaline komt vrij en je bent scherp op alles wat er om je heen gebeurt. Rennen is een vluchtmechanisme. Het is iets wat je beschermt tegen gevaar. Maar het is gek genoeg ook iets wat ontspant. Wanneer je rent om te ontspannen, is het zelfs gezond. Dopamine komt vrij als beloning voor je positieve inzet. Hoe vaker je rent, hoe verder je komt en hoe meer je je inzet kunt waarderen. Overal zie je ze. Hardlopers. Massaal gaan we op zoek naar een gezondere levensstijl. En dat terwijl velen van ons van binnen op de vlucht zijn. Net als Jacob uit de Bijbel zijn we bang voor iemand of bang om te krijgen wat we verdienen. We vluchten weg van de pijn, weg van onveilige situaties. Toch kunnen we niet blijven vluchten, want pijn en teleurstelling halen ons in. Ze wachten ons op onverwachte kruispunten. Rennen houden we even vol, maar niet ons leven lang. Net als Jacob breekt er een moment aan dat we het gevecht aan moeten gaan. Zijn gevecht met God veranderde zijn naam van Jacob naar Israël. Hij ging van een oude schepping naar een nieuwe schepping. In plaats van weg te rennen, rende hij zijn toekomst tegemoet. God heeft geen haast. Hij rent niet weg voor zijn vijanden. Ik kan eigenlijk maar één moment ontdekken dat God zelf rent. En dat is wanneer hij uitkijkt naar zijn zoon. De zoon van wie hij zo veel hield. Zijn liefde was zo groot dat zelfs toen zijn zoon hem doodwenste, hij hem er met de erfenis vandoor liet gaan. Hij liet hem ronddwalen en fouten maken om uiteindelijk tot het besef te komen dat het leven bij zijn vader zo veel beter was. En toen de vader ook maar een glimp van zijn zoon opving, zette hij het op een rem. Zijn hartslag steeg. De adrenaline begon te stromen en tranen van vreugde en verdriet liepen over zijn wangen. Hij rende nooit, maar voor jou zette hij het op een rem. Hij rent naar je toe, omarmt je en zegt tegen jou: welkom daar.